En zo kan het heel snel gaan, hè? Ja. Het is nu dus zo, je moet in 12 darts je eigen darts halen, of je eigen lek houden als het om glazen gaat. 20 nummer 18. Komt Klaassen nog terug? Jawel, maar niet in deze lek. En zo staat het 2-0. En het gaat in een duizelingwekkend hoog tempo. En de laatste 5 legs gaan overtuigend naar Van Barneveld. Die ja, de triple 20 lijkt zijn pijlen aan te zuigen. Nou ja, Klaassen moet je nooit uitvlakken. Dit gemiddelde zegt echt niet. Deze wedstrijd wordt een gemiddelde echt gewonnen door Van Barneveld. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Klaassen is een meester in het prikken in de zwakke plekken van een tegenstander. Als Van Barneveld dadelijk even verslapt, dan zul je zien, komt Klaassen eroverheen. Want hij is iedere leg niet ver weg, hè? 96. Ja, als die eerste pijl iedere keer zo in het midden blijft vallen, dan is het wel heel lekker. 104. Wat moet je er dan om tegen verzinnen? 43. Ja, allemaal 6 darts. Voor de setten. 140. Dubbel 8. En ze gaat ook set 3 met 3-0 naar Van Barneveld. En dan is dit een heel belangrijke set, die vierde, voor Jelle Klaassen. Ja, het gemiddelde in die derde set van Van Barneveld was nog hoger dan in de tweede set. Als mijn administratie in ieder geval klopt. In die tweede set, 3 legs tijd, gooit hij in 39 darts uit. En deze derde set in 37 darts. Ja, nu hoor je de Barney Army wel. Ja, als het verschil op 2 sets komt en Van Barneveld mag dan de set daarna beginnen. Dat is wel een lastig verhaal. Geloof ik er niet meer in voor Klaassen. Ook in die league set finale van 2006 was er een fase dat Van Barneveld 2 sets achter elkaar 3-0 wint. En dan weet Klaassen op een gegeven moment toch net terug te draaien. Want ook in die set daarna komt Barneveld 2-1 voor. En krijgt hij ook kansen om die set te pakken. Maar dat lukt hem dan niet. Omdat Klaassen dan wel de druk erop zet. Nou ja, het is toch een compleet andere wedstrijd dit. Toen was het echt de absolute nieuwkomer en underdog tegen de gevestigde kampioen. Tweede 180, Jelle Klaassen, die dus bezig is met een zeer goede leg aan het begin van een set die hij moet winnen. 140 het antwoord van Barneveld, maar desalniettemin 6 darts voor die 99 voor Jelle Klaassen. Dubbel 16. Ja, prima. Maar dit is dus wat er moet gebeuren. Het is ook weer een lekkere wedstrijd om naar te kijken. Dat heeft natuurlijk ook heel erg veel met het tempo te maken. Ja, het niveau is ook wel aardig, hè? Ja, Het is ook wel goed om Klaassen natuurlijk weer eindelijk eens een keer te zien spelen zoals hij kan spelen. Dat heeft ook wel even geduurd bij de PDC. Hij heeft natuurlijk 2 slechte WK's achter de rug. Hij won in 2006 Lakeside, 2007 Lakeside, eerste ronde eruit. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat er al een beetje toen doorcijpelde van zijn stappen over. Vorig jaar PDC WK, eerste ronde eruit tegen Vincent van der Voort, waar hij 10 wedstrijd darts had. Ja, 2 keer verloren van een Nederlander op rij. Ja, want Lakeside was Koos Campé. Hier heeft hij al van de Nederlander gewonnen. Dit WK namelijk van Jan van der Rassel in ronde 2. Goed, 180. Even, ja,
de druk erop. Toch een klein beetje. Kijken of Barneveld mist. Dubbel 16. Hey, pijltje. Nee, hij mist nog niet. 1-1 in de vierde set. Maar Klaassen scoort weer goed in deze set. Hij moet wel uitkijken natuurlijk dat hij niet een leg inlevert. Want om van Barneveld nu te breken, dat wordt heel lastig, denk ik. Ja. Die gooit eigenlijk alles onder de 15 darts uit. Dus hier je eigen legs houden en dan is hij daar ook alweer goed mee bezig, want dit is 180 nummer 4. Ruimte van Barneveld krijgt hij niet. De 140 van Barneveld maakt het verschil voorlopig. Maar nogmaals, dat mag u niet verbazen. Klaas op een finish. En van Barneveld niet. Dus ruimte even voor Jelle Klaas. Nog eentje voor dubbel 18. Nou, goed weggezet. Mag dadelijk terugkomen. Met weinig druk, denk ik. Ja, met weinig druk. Voor 2-1 voor in de vierde set. Snelle Jelle gaat naar tops. En Snelle Jelle naar dubbel 10. En 2-1 is de voorsprong in de vierde set voor Klaassen. Ja, voor de wedstrijd moet dit gewoon 2-2 worden. 2-2 in sets dan niet. 140. Van Barneveld gaat voor de wedstrijd al aan. Dit wordt een close wedstrijd, een 5-4. 57. Ja, je gaat ook niet zeggen als je 5-1 wint natuurlijk. Nummer 7 in die categorie voor Raymond van Barneveld. Zo in aan 9 darts, hè? 96. Voor 2-2 in de vierde set. Dubbel 16. Goh. Ja, als hij gas geeft. En dan is dit een heel belangrijke voor Jelle Klaassen. Deze moet hij winnen. Dan is dit niet goed zoals hij begint. Niet goed zoals hij begint. Waar begint Van Barneveld dan mee? Niet met 180 in ieder geval, daar ben je dan een beetje bang voor als je Klaas heet. Zelfs niet met 140. Maar slechts met 100. Schade is beperkt gebleven, maar nu een beurt met 2 trippels. Dat is 1. Tweede volgt. Ah, net aan de verkeerde kant van het ijzer. Ja. Moet je 80 voor Van Barneveld. Er rent je naast. Het kan niet. En dan komt Van Barneveld door deze 3 darts op een finish. Ja, oh. Dan komt hij op een goede finish ook nog. Want hij laat 91 over. Jongen, dit ziet er wel heel goed uit. Ja. Er zit de druk die erop gezet wordt. Nou, ja. In ieder geval een finish. Dit is voor de set. 17 en tops. Weer een 11 darter. Ja. Oh, ho, ho, ho. Wat een niveau. Raymond van Barneveld, wat een niveau. Daar zal iedereen het verschrikkelijk moeilijk mee hebben om daar iets tegen uit te richten. Tegen wat Van Barneveld momenteel laat zien. Hij van het podium af. Klaassen blijft nog even wat pijlen gooien richting het bord. Het staat in Van Barnevelds voordeel. En dat is echt imponerend wat hij laat zien. 3-1 tegen Jelle Klaas. Ja, kijk hier maar eens even lekker naar. Ja, set 3, inderdaad wat ik dacht, nog beter dan set 2.